Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast. En dat is Thomas Steenkamp, de oud-burgemeester van de gemeente West Maas en Waal. Thomas Steenkamp, van harte welkom. Dankjewel. Zullen we elkaar tutoyeren? Heel graag, Rini. Nou, dan doen we dat. Oud-burgemeester van de gemeente West Maas en Waal. Klopt. U was een van de langzittende burgemeesters in Nederland, hè? Dat klopt. Hoe lang hebt u het daar gedaan? Ik heb 3 periodes gezeten en voor een burgemeester is dat 6 jaar. Dus 3 keer 6 is 18. En ik was op dat moment dat ik afscheid nam, zeg maar, de ene langstzittende burgemeester van Nederland. Alleen de burgemeester van Den Bosch, Ton Rombouts, zat iets langer. Maar ook hij is inmiddels teruggetreden. U bent van CDA-huizen, ja. En dat is niet zomaar, hè? Nee, dat is, ik vind het natuurlijk een goede partij. Dat begrijp je. Als je burgemeester bent, dan moet je die partij een beetje op afstand zetten. Maar je bedoelt waarschijnlijk dat ik inderdaad in een politiek nest geboren ben. Mijn vader is vorig jaar overleden, professor Piet Steenkamp, de oprichter en erevoorzitter van het CDA. Dat zullen we dan zeggen, is? Ja, is, maar hij is er niet meer. Nee, oké. Okay, ja. Maar goed. Ja. De oprichter dus van het CDA. Klopt. Kwam vanuit de KVP. Ja. De voorganger daarvan, zullen we maar zeggen. Hè? Ja. Ja, ja, ja dus... de voorganger, dat is te zeggen, komt vanuit de KVP. Maar het CDA is natuurlijk een samenvoeging, niet alleen van KVP. Mm. Maar de KVP waren vooral de katholieken. Samen met de ARP, wat hoofdzakelijk gereformeerden waren. En de hervormden, die vooral in de CAU te vinden waren. Maar daarbij was ook een belangrijke groep van rechtstreekse leden. Mensen die zeg maar niet van oudsher bij een van die 3 partijen hoorden. Maar die zeiden, wij zitten niet bij die 3 oude partijen. Maar we willen wel bij dat nieuwe CDA horen. En dat is eigenlijk vanaf de oprichting in 1980, electoraal, maar ook politiek-bestuurlijk, een groot succes gebleken. Ja, klopt. De familie Steenkamp, al jaren zeg maar, betrokken bij het besturen in Nederland. Dat klopt. Schets eens even, hoe zit het binnen uw familie? Nou ja, mijn vader is begonnen als vleesdirecteur. Directeur van een vleesfabriek die door mijn grootvader en mijn overgrootvader gesticht is. Dus uit een familiebedrijf. Dat familiebedrijf is later verkocht aan Zwanenberg. Want vader werd fulltime hoogleraar in Eindhoven. Veel mensen die zeggen, oh, Piet Steenkamp heeft zijn centjes verdiend, als ik het zo mag zeggen, in de politiek. Maar dat is niet zo. Vader heeft nooit minister of minister-president willen worden. Is daar vaak voor gevraagd. Hij is wel lang Eerste Kamerlid geweest, 35 jaar. Voorzitter van de Eerste Kamer geweest, maar dat zijn allemaal bijfuncties. Zijn hoofdfunctie was hoogleraar en een aantal commissariaten. Maar zijn liefde, behalve voor vrouw en kinderen, zijn echte liefde lag bij het CDA. Hij is vorig jaar gestorven. Ik was executeur, zoals dat heet. In alle belangrijke kranten hebben advertenties gestaan. Op zijn uitdrukkelijk verzoek stonden niet al die belangrijke functies erbij. Eerste Kamer, commissariaten, koninkonderscheidingen. Hij wilde maar 1 ding. Professor Piet Steenkamp. Daaronder erevoorzitter CDA. Dat was voor hem zijn belangrijkste taak. En tot op de dag van vandaag bekleedt het CDA nog steeds, ook nu met het nieuwe kabinet, weer een belangrijke functie. En daar was hij ook geweldig trots op. U bent 18 jaar burgemeester geweest in West Maas en Waal. Op zich bijzonder dus dat u niet politiek in Den Haag actief bent geworden. Nee, daar ben ik wel zijdelings voor benaderd. Maar dat heb ik nooit gewild. Ik was niet alleen 18 jaar burgemeester in West Maas en Waal. Daarvoor ben ik 8 jaar burgemeester geweest in Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen. Mm-hmm. Was toen de jongste burgemeester van Nederland. Ik oogde ook echt jong. Ik was nog een studentje om te zien. En de mensen zeiden daar, op zijn Zeeuws-Vlaams, zo van, daar menneke, moet daar menneke hier de baas spelen. Nou, dat doe je als burgemeester nooit helemaal alleen. En voor die Hontenisse-tijd ben ik nog 9 jaar, eerst raadslid, toen wethouder en later loco-burgemeester in Dongen geweest. En dat is ook de regio waar u vandaan komt? Nee, ik kom eigenlijk uit Amsterdam. Okay. De vleesfabriek waar ik het net over had. Dat is een mooie ronde door Nederland. Ja, ik heb in 4 provincies gewoond. In Noord-Holland, in Brabant, in Zeeland en nu dan alweer 18,5 jaar in Gelderland. Dus ik ken Nederland een klein beetje. Ja, dat verliefd geworden op West Maas en Waal uiteindelijk. Wat zegt u? Verliefd geworden op West Maas en Waal uiteindelijk. In het begin, eerlijk is eerlijk, ik wist van de gemeente weinig. He, zo gaat dat meestal met burgemeesters. Had me natuurlijk wel wat in verdiept. En weet je wat u zegt, natuurlijk heb ik de kans gekregen
meer dan eens om naar een veel grotere gemeente te gaan, maar heb die kans nooit genomen. Ik had het goed naar mijn zin in West-Maas-en-Waal. We hadden een gezin met kinderen. De kinderen groeien op. Politiek bestuurlijk is het een hele plezierige gemeente. Het ligt centraal in Nederland. Mijn kinderen hebben of gestudeerd en een deel is nog bezig. Ja, dan zit je natuurlijk eigenlijk in die regio Rivierenland. Dat geldt niet alleen voor West-Maas-en-Waal, maar voor Tiel en Culemborg. Geldt het eigenlijk allemaal hetzelfde. Zit je heel centraal in Nederland. De oudste heeft gestudeerd in Utrecht. Reed met een auto op en neer. De tweede heeft gestudeerd in Nijmegen, ging op en neer. Nou, ik hoef alle kinderen, we hebben 5 kinderen. Dat loopt eigenlijk uitstekend. En als je ergens goed naar de zin hebt, dan kun je wel omwille van je ambitie telkens maar verder gaan. Ik heb overigens ook met mijn gezondheid wat gesukkeld. Dat mede op doktersadvies dat gezegd is, Thomas, als je naar je zin hebt, blijf hier. En daar heb ik me aan gehouden. Mensen vroegen ook wel aan mij, oh, burgemeester, nou gaat u natuurlijk verhuizen. Nee hoor, ik heb het prima naar mijn zin. In beneden Leeuwen, in Maas-en-Waal, ik blijf lekker zitten. U bent nu 62. Ja. Bent u dan nog beschikbaar voor een functie in bestuurlijk Nederland? Nou, op dit moment ben ik voorzitter van het regionaal bureau voor toerisme in de regio Rivierenland. Dat doe ik met heel veel plezier, moet ik zeggen. Dat is geen fulltime functie. Er kan zich wat voordoen. Als dat zo is, zeg maar. Bijvoorbeeld een waarnemerschap ergens. Ja, 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 dat weet ik dan nog niet, moet ik zeggen. Ik moet ook een beetje aan mijn gezondheid denken. Ik zeg het maar vaak, dat zullen meer mensen van mijn leeftijd beamen. Als je 63 bent, dan ben je er geen 36 meer. Zoals de nieuwe, jonge, aanstaande burgemeester van West-Maas-en-Waal. U begint daar al bij te lachen. Ja. Doet u deugd? Nou, dat we een jonge nieuwe burgemeester krijgen natuurlijk. Ik denk dat het een uitstekende kandidaat is, Vincent van Neerbos. Ik denk dat het een hele goede keuze van de Vertrouwenscommissie geweest is. En ik neem aan dat Vincent met zijn partner het ontzettend naar de zin gaat hebben. Ze wil ook snel verhuizen, maar dat moet hij dan zelf allemaal maar een keer vertellen. Het is een mooie gemeente die graag op hem wacht, daar ben ik van overtuigd. In politiek Nederland, daar speelt natuurlijk van alles en nog wat. Hè? Ja. Laten we het maar even chargeren. Sinds de opkomst van Fortuyn zijn de zuilen niet meer en de heilige huisjes niet meer. Juist. Als u daar nou uw visie op loslaat, wat vindt u van het huidige politieke klimaat? Dat is moeilijk. Absoluut, dat is heel moeilijk. In vroege tijden, we hebben het net even over mijn vader gehad, was het natuurlijk zo dat je 3 hoofdstromingen had. Laten we daar eerlijk zijn. De socialisten. Was je socialist, om wat voor reden dan ook, daar stemde je op de Partij van de Arbeid. Had je een wat christendemocratische achtergrond, CDA, de middenpartij. En aan de rechterkant zat de conservatief-liberale partij, de VVD. Daar kwamen later de wat progressief-liberale, D66. En dan zie je nu eigenlijk dat er steeds meer andere stromingen zijn. He, er zijn op dit moment 13 verschillende partijen in de Tweede Kamer. En dan is het moeilijk om een kabinet te vormen, wat dat betreft. Hulde voor Mark Rutte en zijn partijen die weliswaar een kleine meerderheid hebben, de kleinst mogelijke meerderheid, maar ik vertrouw op Rutte en de partijen die eraan deelnemen, zeg maar, dat die het kabinet overeind houden en zelf reken ik met een knipoog ook een beetje stiekem op steun van de SGP, die op talloze terreinen, zolang het maar niet te ethisch conflicterend wordt, op talloze terreinen toch dicht tegen de coalitie aanzitten. En dan heb je al meteen weer een iets grotere meerderheid. Maar er is natuurlijk van een formele constructie en zeker ook van gedoogconstructie geen sprake. Dus Rutte en zijn mensen zullen er elke keer voor moeten vechten. Maar ik denk dat het hem wel toevertrouwd is. Maar nogmaals, als u nou naar kijkt naar nu, ten opzichte van bijvoorbeeld 30 jaar terug. Ja, vind ik het moeilijker. Dat is juist. Moeilijker. Maar dat is een gegeven. Ja. Het politieke landschap is versplinterd. Niks zo dynamisch als politiek, hè? Wat wel eens gezegd van het is saai, dat is niet het geval. Ja. Nee, kijk, mensen zijn misschien soms wat ontevreden, maar dat is mede een resulteert in dat versplinterde politieke landschap. Dat zie je overigens niet alleen in Nederland, maar Duitsland is natuurlijk een bekende voorbeeld op dit moment. Macron, die eigenlijk als een duveltje uit een doosje in Frankrijk overeind gekomen is. Die versplintering neemt alleen maar toe. En dat is dus schuld, zou ik bijna zeggen, van ons allemaal, dat we op die partijen, op alle partijen stemmen. Mm-hmm. En dus is het moeilijker een nieuw kabinet te vormen. De toekomst, hoe ziet u dat? Ja, het politieke landschap is natuurlijk in aanzienlijke mate versplinterd. We hebben nu 13 verschillende partijen die in de Tweede Kamer zitten. Dan praat ik nog niet in de toekomst over mogelijke afsplitsingen. Maar die versplintering zie je natuurlijk in talloze landen van West-Europa. Angela Merkel op dit moment. Hè, vroeger had je de 2 belangrijke stromingen in Duitsland. Er waren de socialisten, de SPD en de CDU-CSU.
Ja. Daar werd op gestemd. En that's it. En dan had je er tussendoor nog de liberale FDP. Nou, in Frankrijk ook, waar Macron eigenlijk als een duveltje uit een doosje ineens overeind gekomen is. En hoe? En met die partij En Marche ineens van niks 200 zetels haalt. Ja. Ja, dat kun je als een voordeel zien. Ja, het is toch een teken dat er wat minder vertrouwen is in de politiek. Maar daar zijn we met z'n allen debet aan. U kunt wel zeggen van minder vertrouwen. Heeft het ook misschien te maken met het feit dat meer mensen mondiger zijn geworden? Zeker. Zeker. Internet is daar een voorbeeld van? Dat is precies wat je zegt. Hè? De nieuwsmedia. Vroeger was dat de krant en de radio. En that's it. Daar werd op. En vergeet niet, daar werd ook een beetje gestemd. De katholieken stemden op de KVP. Want men was katholiek, men kwam in de kerk, KVP. De arbeidersklasse stemde massaal Partij van de Arbeid. Ook voor een deel overigens natuurlijk op de christelijke partijen. Mm-hmm. Er wat meer vermogende, conservatieven, de liberalen zaten VVD. Dat is natuurlijk voor een groot gedeelte, nog niet helemaal, maar voor een groot gedeelte losgelaten. En katholieken mezelf, stemmen ook massaal op andere partijen. Enerzijds geeft dat een stukje bevrijding, zou je kunnen zeggen. Waarom moeten wij van de bis? Wij maken zelf de keuze, de ontwikkeling. Ja, maar goed, dat geeft natuurlijk een pluriformiteit die wat erg doorslaat, denk ik zelf. Het wordt er niet gemakkelijker op. Anderzijds, denk ik, mogen we met elkaar in Nederland geweldig tevreden zijn met de welvaart, de aantrekkende economie, de sociale mogelijkheden. Ja, zo slecht hebben we het nog niet. Hè? Dat wil ik ook eens zeggen. Ja, hè? Ja. Als wij al ontevreden zijn in Nederland, dan zeg ik beste lieve luisteraars, kijkers, kijk naar de televisie, volg het journaal. Het is vaak heel veel ellende en dan valt het bij ons allemaal nog wel mee. Eventjes inzoomen op deze regio. Ja. Her en delen, dat zijn thema's die regelmatig terugkomen. Absoluut. Grote organisaties die opgericht worden namens meerdere gemeentes. Ja. En daar zit frictie en wrijving in. Wat vindt u daar nou van? Nou kijk, in zijn algemeenheid ben ik niet zo'n groot voorstander van grootschalige herindeling. En dan praat ik niet alleen over herindeling op het bestuurlijk vlak, dat denk ik als eerste. Maar in zijn algemeenheid, in de tijd die schaalvergroting van de brandweer. Mm-hmm. Hè, wij hebben per gemeente geen eigen brandweer. Als u zou spreken over de brandweer van Tiel. Die bestaat niet meer als zodanig. En dat is eigenlijk niet meer het geval. Er is een regionale brandweer, Gelderland-Zuid. Daar zitten de 16 burgemeesters die samen dat bestuur vormen. Nou, de nationale politie is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. Ik was daar geen voorstander van. Ik heb dat in de tijd ook met Kamerleden van mijn partij besproken. Maar het moest en het zou gebeuren. Nou, als ik eerlijk zeg, eufemistisch, dat is ook nog geen gelopen race. Ja, wel die brand, die politie is er gekomen met alle problemen van dien. Dat speelt vaak bij schaalvergrotingen. Maar je ziet hier bijvoorbeeld nu, dat speelt heel erg tussen verschillende gemeenten, de regio Hoge Vierland, met de Avri, het vuil ophalen. Ja. Kijk, problematiek in Tiel is heel anders dan bijvoorbeeld in Neder-Betuwe of in Buren. U hoeft mij niks te vertellen. Het is een wat dat betreft bij ons in de gemeenteraad ook, zeg maar. En op dit moment speelt het natuurlijk heel erg. De meerderheid van de gemeenten die de Avri gezamenlijk vormen. Mm-hmm. Die zeggen in feite, wij gaan op een andere manier ophalen. Vroeger, dan zit de crux. En er waren twee gemeenten. En dan Westmaas en Walentiel. Kijk, hebben ze elkaar toch gevonden? Absoluut. Ja. Die zei, luister eens eventjes. Vanuit de Avri is dat misschien begrijpelijk. Maar het is toch wel een vermindering van de service. Hè? Dat zeiden die twee gemeenten. Nu moeten de mensen, en als je nog jong en krachtig bent, dan kun je best je zakje restafval naar een kliko in de buurt brengen. Maar er zijn genoeg oudere mensen, noem het maar op, die het vroeger in de kliko deden voor de deur. Het restafval, daar praat ik over. Ja, ja. En nu moeten ze dat gaan brengen. Nou, twee gemeenten, Tiel en Westmaarzenwaal, die zei, wij houden bij voorkeur bij het oude. Maar de meerderheid zei, nee hoor, wij vinden, jong of oud, hoe het ook, dan doet de buren maar helpen. Ja, dus hamertje tik en klaar. En dat is die slechte ontwikkeling of een goede? Ja, maar dat vanuit mijn eigen. Maar als je zegt, we doen dingen samen. Ja, datzelfde als je getrouwd bent. Ik ben getrouwd. We hebben 5 kinderen. Dat is compromissen sluiten. En dat is natuurlijk bij grootschaligheid ook het geval. Als je klein bent, Tiel is overigens niet klein en Westmaas en Waal ook niet. Maar we hebben in het verleden gezegd, we doen het samen. En dan tellen de meeste stemmen. Zo gaat het natuurlijk wel. Ja, en wat vindt u er nou van, zelf? Nou, zelf, goede ontwikkeling of niet? U bedoelt die schaalvergroting? Ja. Nee, in zijn algemeenheid, zeg maar, ben ik geen groot voorstander van schaalvergroting. Omdat ik ook denk dat daarmee de
ontwikkeling verder van de burger komt af te staan. En of het nou is voor verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen, scholen. We hebben scholen met 2.000-3.000 leerlingen. Ja. Het lijkt niet anders meer te kunnen. Gezondheidszorg ook zo'n voorbeeld. Het heeft inhoudelijk, erken ik wel, kwalitatief zijn er soms voordelen, ook lang niet altijd. Maar vaak is het wel dat het duurder wordt. De gemeentelijke herindeling is natuurlijk het ambtelijk apparaat waar veel kosten zitten, wordt nu duurder, er is meer deskundigheid, ook meer kwaliteit, dat ontken ik niet altijd. Maar dat is lang niet altijd nodig. Was het vroeger wel zo slecht allemaal? Hè? Nou, je moet, als je ouder wordt, dan kijk je meer terug. En dan moet je natuurlijk ook een beetje voorzichtig zijn. Dus, maar voor je het weet, word je nou een zeur genoemd. Daarom, dus dat wil ik ook weer niet te veel zijn. Nee. Ik moet zeggen, mijn kritiek op al die schaalvergroting, op een aantal punten heb ik, denk ik, ook bij brandweer, ook bij politie, ook bij, soms bij gemeentelijke herindeling, heb ik wel wat gelijk gekregen. Maar je kunt nooit terug in het leven, dat snap ik ook wel. En dan moet je er toch maar het beste van proberen te maken. In de jaren dat ik burgemeester mocht zijn in Zeeuws-Vlaanderen en in West-Maas en Waal, heb ik met succes mij er altijd wat tegen geweerd, tegen schaalvergroting. De gemeente West-Maas en Waal heeft bestuurlijk in mijn tijd geen problemen gekend. We hebben de kar met elkaar. Als burgemeester wel een rol in spelen natuurlijk, maar altijd netjes op de rails gehouden. Ook financieel, belangrijk onderdeel, hebben wij, vorig jaar hadden we 3 miljoen euro over. Daar geven we een stukje van uit, maar een stukje zetten we ook op een spaarrekening. In deze tijd is dat, ja, de rente is slecht, maar dan heb je een appeltje voor de dorst. Begrijp je wat ik bedoel? Dat doen wij graag, dat is Maas en Waalers eigen. Maar ik denk dat in Rivierenland ook wel een beetje, want qua mentaliteit lijkt de hele regio, of het nou Bommelerwaard is, de Betuwe of Maas en Waal, wel een beetje op elkaar. Het is één groot plattelandsgebied met centrum, kern, Tiel als centrumgemeente. Ja, en het is een heel stuk, mooi stukje Nederland. Absoluut, 100%. En vandaar ook dat u betrokken bent bij de regio Rivierenland als het gaat om toerisme. Ja, daar ben ik dus voorzitter van geworden. Een half jaar geleden ben ik daarvoor gevraagd. Dus als je zegt, doe je nog wat na dat burgemeesterschap? Jazeker, ik ben met trots voorzitter van het, zeg maar het RBT, Regionaal Bureau voor Toerisme. Daar zit een uitstekende directeur, Richard de Bruin, met een aantal uitstekende medewerkers. Die doen dat toerisme, die recreatie, gezamenlijk inhoud geven. Ik mag daar voorzitter zijn van de Raad van Toezicht. We overleggen regelmatig. En in die zin ben ik niet zozeer binnen het bureau, maar wel naar de gemeente een beetje het oliespuitje, als ik het zo mag zeggen. De verbinder. Je kent een hoop mensen. En natuurlijk is er, als je met 10 gemeenten wat samen doet, of dat nou bij de AVRI is, of dat nou in de regio is, hè, of dat bij sociale zaken is, of ook bij toerisme, is er wel eens wat kritiek. Gelukkig ook maar, je bent het niet altijd eens. En dan probeer ik her en der een beetje te kijken en te praten om er samen uit te komen. Wat misschien aardig is om nog even te vertellen. Het RBT heeft natuurlijk straks ook met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen te maken. 31 maart. En ik weet niet of ik hem even mag laten zien. Jazeker. Maar er is een folder uitgebracht over de gemeenteraadsverkiezingen. Die wordt naar alle gemeenten toegestuurd. En natuurlijk niet naar de gemeente als such, maar vooral naar alle politieke partijen in de gemeenteraad. Als zij bezig zijn met het opstellen van hun partijprogramma. Heel slim. Voor welke partij dan ook, want wij zijn onpartijdig als RBT. Hebben ze een geheugensteuntje van Dijkhoek? Daar staat ook niet precies in wat er in gemeente X of Y moet gebeuren. Nee, daar gaan wij niet direct over. Maar er wordt wel duidelijk gecommuniceerd. Absoluut. Wat de regio kan doen, dus als het gaat om toerisme. Precies, en wat ook de verschillende partijen. Hè? Want wij zijn RBT voor alle 10 gemeenten. Ja. En we hebben met alle 10 gemeenten, maar ook weer met de partijen in die gemeenteraad te maken. Als we het hebben over die toerisme, dat kan beter, hè? Dat kan altijd beter. Op het moment dat ik zou zeggen het is goed genoeg. Nee, het kan altijd beter. Ook in ons gebied. Het is centraal gelegen. De infrastructuur. En ik weet wel, die A15, het wordt steeds drukker. Het vrachtverkeer, de opkomende economie. Maar er is zoveel moois in onze gemeente. En dat doen wij niet allemaal zelf. He, u moet dus niet denken. Nee, wij haken aan bij de ontwikkelingen die er zijn, particulieren, en dan bedoel ik het bedrijfsleven, zeg maar. De boerenstand die steeds meer niet alleen boert, maar ook bed and breakfast, noem het maar op, zeg maar. De horeca, het water in ons gebied, en dan bedoel ik de Maas, hè, maar ook de verschillende plassen en waters die we hebben. De Rijn, zoveel initiatief. Het valt mij, naarmate ik daar meer bij betrokken ben, eigenlijk steeds meer op. Groot en klein, dat kan bij ons, centraal gelegen. Mensen zijn gemotiveerd. Ik heb daar heel veel vertrouwen in. Maar ons RBT is een beetje de aanjaagmotor en ook de verbinder. Nou, heel goed dat het zo op de kaart gezet wordt. Want ook dat biedt dus kansen. Toerisme in Rivierenland. Ja,
Ja, daar betalen de gemeente ook aan mee, dat mag ik ook wel even zeggen. 1,06 euro per inwoner. Maar een groot gedeelte, iets meer dan de helft van onze begroting, komt ook vanuit de projecten. Het bedrijfsleven, die ziet dat we voor bedrijf X of Z dat wat doen. Zeg maar marketing, promotie, informatievoorziening, betaalt daar ook aan mee. Dus gezamenlijk, zeg maar, overheid en bedrijfsleven houden, ik het zo maar zeggen, het RBT overeind. En daar werken we ook voor. Oftewel, nogmaals, als politieke partijen geïnteresseerd zijn en iets willen weten over toerisme in Rivierenland en dat mee willen nemen in hun partijprogramma, graag, voor zover ze het nog niet hebben, eventjes Thomas Steen kan bellen. Ja, ze mogen mij ook bellen, dat is zeker. Maar in ieder geval, de folder komt eraan. Een ruime folder, zeg maar. Men kan ook direct... Waar is hij te verkrijgen? Nou, hij wordt naar alle gemeenten toegezonden. Dus het is niet zo dat partij X of Y in welke gemeente zelf naar ons moet bellen. Nee, hij gaat naar alle gemeenten toe en daar wordt die tab met de begeleidende brief. En het is niet zo dat de gemeente X of Y zegt, nou, dat is een interessante folder, die leggen we onder in de la. Nee, het is ook niet direct de bedoeling dat hij, zeg maar, op een rek zeg maar, komt te liggen. Nee, hij is voor de verschillende partijen, partijen die nu al deelnemen of gaan deelnemen in de gemeente, om die mede te nemen bij de vaststelling, maar eerst de opstelling van hun programma. Nou, bij deze dan. Ja. We kunnen nog wel uren kletsen. Dat denk ik, ja. Zullen we bij deze een afspraak maken voor begin volgend jaar, dat we nog eens een keer bij elkaar komen, ook om hier nog eens een keer over te praten in heel het graag kader van de verkiezingen? Heel graag. Nou, bij deze dan. Oké. Dank u wel voor het gesprek. Ja. Graag gedaan, Rini. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Graag tot de volgende week.